We hebben even een bijzonder momentje. En daarvoor wil ik uitnodigen op het podium Han Vermeulen van Aberveld International. Ik weet niet waar hij zit, maar volgens mij is hij er wel. Ja, dat is een trapje. Oh ja, ik zie hem al. Ja, het overvalt je waarschijnlijk. Han Vermeulen, dames en heren. En dan Geert Schaai en Harry Ment. En die kunnen je vertellen waarom je uitgenodigd bent hier. Goedemiddag. Dames en heren, even een bijzonder moment. Wij hebben nou een beursgenotenbokaal bedacht. Die gaan we één keer per jaar uitreiken. En ik heb dit jaar gedacht om hem aan Han Vermeulen uit te reiken als de meest bijzondere belegger van 2018. Omdat Han al 60 jaar in het vak zit. 60 jaar trouw is voor zijn klanten. Als vermogensbeheerder nog steeds actief is bij een jong team. Een jonge vermogensbeheerder. En eigenlijk een hele grote klantenkring heeft. En dan zit hij te bellen en te lezen. En als ik eventjes de weg kwijt ben, of ik weet het even niet, dan bel ik hem. Het is net een wandelende encyclopedie. En ik zeg wel eens het gekkigheid, jij bent je klanten trouw tot aan de dood. En dat vind ik dan ook mooi. Hij is 74 jaar, hij ziet eruit als 50. En ik vind echt dat hij die prijs verdient. Harry Mensen reikt hem uit. Ik geef je even het boek. De wolf jaagt op je geld. Dus kijk uit. En ik geef jou en Harry het woord. Tot ziens. Han, aan mijn eer om deze prijs aan je te geven. Winnaar Han Vermeulen, meest onderscheidende belegger 2018. Geef hem een warm applaus. Han. We gaan even daar zitten, kom. We gaan wel van de gelegenheid gebruik maken om toch eventjes het laatste nieuws van Han te horen. Daar hoeven we nooit voor te oefenen, Han. Ga lekker zitten. Ja, vroeger ging Han... Hoe lang zit je nou op de beurs, Han? Ik ben op mijn 17e jaar op de beurs gekomen. Op je 17e jaar. En toen had je nog cafés waar voorwetenschap werd bedreven. Is dat nog zo? Nee. Wanneer... Nee, dat is uitgesloten en het is goed ook dat het er niet meer is. Het is kijk, de tijden dat je een jaarverslag kreeg van een onderneming onder embargo, die tijden zijn zo'n jaar of 40 wel is dat achter de rug. Maar het gebeurde wel. Ondeugende tijd. Ja, goede tijd ook. Leuke tijd. Jij zei laatst tegen mij dat je in augustus 30-40% van je portefeuille hebt geliquideerd en je werd liquide. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want de gemiddelde vermogensbeheerder durft niet liquide te worden. Want dan heeft hij dus de angst in huis dat de opdrachtgever zegt, maak het maar terug over. Dan moet hij hier van voren van beginnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar waarom deed je dat dan? Nou, kijk, de markt heeft op een gegeven moment het geeft signalen af dat er de toppen bereikt zijn. En dat kan niet zeggen dat is er dan precies 5 of 10 punten in de index. Maar er is er op een gegeven moment dat er niet meer wordt gereageerd op goed nieuws. En slecht nieuws wordt wel op gereageerd. Als die symptomen erin komen, dat gebeurt dus ergens in augustus. En dat hebben we natuurlijk niet allemaal in één keer gedaan. Toen hebben we zo'n 30-35% van het aandelengedeelte van de portefeuille hier gemaakt. Dus niet van obligaties natuurlijk, dat heeft geen zin. Andere zin, dus die beurs die is heel volatiel. Hè. We gaan erg op en neer. En we hebben zelfs beneden de 500 zijn we gegaan. Ja. Wat koop je dan wel? Nou, we hebben inderdaad wel wat teruggekocht. Dat zijn we dus twee, drie weken mee begonnen. Onder andere ABN AMRO, wat aan de defensieve tijd, Aalbers bijvoorbeeld. Maar kijk, je kan nooit die onderkant zien. Niemand weet precies, hier is de onderkant en daar is de bovenkant. Dat is onzin. Dat zit hier in deze swing. En wat we nu gezien hebben bijvoorbeeld, kijk naar gisteren. Dan gaat de beurs, de AEX, niet alleen in Amsterdam, maar alle beurzen 3,5% onderuit. Wat gebeurt het op? Zijn dat professionals? Ik bedoel dus mee, zijn het pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen die doen? Nee. Dat zijn alleen dus de flitshandelaren die dat veroorzaken. En dan ga je denk je dan aan belegging flow traders? Nou ja, daar zitten we al lang in. En het is hoog laag geweest. Maar dat was gisteren het enige fonds dat beter was. Dus dat is het enige. Maar dat is een onderdeel van het geheel. Kijk, als je dus kijkt naar de markt en kijkt nu naar Amerika gisteravond. Met nog een uur te gaan ongeveer waren we bijna -3%. En we sluiten -0,3%. Daar komt zoveel vraag aan uit die flitshandel vandaan. Ja, dat is ongekend. En dan kan je dus als belegger zijn, dan kan je daar niet op reageren. Dat kan gewoon niet. Nee, jij zegt laatst tegen mij dat 90% van de beurs wordt bepaald door de professionals. Ja. En 10% door de gewone belegger. 10% is de fundamentele vraag.
Dus van de pensioenfondsen, de verzekeringsmaatschappij, noem maar op, alles wat ermee te verder met beleggingsmaatschappij. Die hebben dus dat verhaal. En die kunnen de markt nooit sturen. Dat kon vroeger dus wel. Al vroeger de instituten aan de koop zeiden waar, ja, dan merkte je dat. Nu is dat onmogelijk. De techniek, de algoritmes, die zijn zo groot. En die vragen, die omzetten, ze worden dan ook zo groot. Dat het voor de gewone belegger niet meer te doen is om dat bij te houden. Want je ziet ook steeds meer die waardeaandelen, zoals Unilever en Heineken en Ahold. Dat nog een beetje blijft hangen. Moet je daar nog in? Tuurlijk, ja, zeker. Kijk, het verhaal van Ahold is eigenlijk wel aardig. Als je ziet dat het aandeel staat nagenoeg op zijn top. Rond de 22 euro. En dat zie je ook in Unilever. Die zijn 48,5, 49 zo in die range. Dus ja, kijk, die aandelen hebben het perfect gedaan. Kijk eens naar Heineken, die zit ongeveer 10% onder zijn top. Maar als je naar de beurs gaat, is ook 10%. Dus dat zijn maar de andere. En wat ik net al zei, en dan kijk eens naar Aalbert. Die heeft 35% van zijn waarde verloren. En die stond 45, ja. En nu staat hij 30. Precies. En waarom is dat gebeurd? Ze verstrekken halfjaarcijfers, dus geen kwartaalcijfers. En daar moet je dus rustig wachten wat het is. Maar het lijkt me onmogelijk. Dus als je 45,5 betaald hebt in september. En dat je het nu onder de 30 kan kopen. Dat daar niet een appreciatie moet komen. Dat ding moet, die aandeel moet terug naar de 38, 39 minimaal. Ja, die Trump, hè, dat is natuurlijk een stoorzender ook op de beurs. Het zag eruit van de week dat hij met die Xi. Ze zat een beetje pootje te vrijen. Volgens mij kwam het in orde. Maar dan gaat hij in Canada weer zo'n Chinese mevrouw arresteren. Ja, en op hetzelfde moment dat die meneer Xi zit te lunchen of was ze dineren, weet ik niet. Maar kijk, en dat is ook het hele verhaal. Kijk, het is een laat ik zo zeggen, als ik ga niet op de persoon spreken, maar als iemand als Trump zoveel macht heeft en dan dit soort dingen allemaal doet, hè, de ene keer is het goed en de andere keer is het niet goed. Dat doorkruist allemaal. Ja, dat is niet te doen. Ik heb al eens gezegd, we moeten die man maar eens een prijs geven als hij toevallig een week zijn mond houdt. Dat zou wel heel plezierig zijn. Maar die kunnen we volgend jaar misschien instellen. Ja, en dat is van belang. En zover zijn we nog niet. En natuurlijk, alle problemen die er zijn in Italië, Brexit, noem maar op, dat speelt allemaal een grote rol. Maar ik kan me niet herinneren dat we ooit een jaar hebben gehad waar de politiek zo'n grote invloed op het beursgebeuren heeft gehad. De olieprijzen, die stonden 85, zijn naar 55 toegegaan. OPEC valt een beetje op elkaar. En meneer Poetin houdt het allemaal een beetje in de gaten. Hoe gaan we nou met die olie, wat gaan we nou zien? Nou kijk, als je dus, kijk, er zijn altijd van die dingen. Hè. Als de olieprijs op 85 en dan weet iedereen dat het naar de 100 gaat. Hè, waarom? Men volgt de tendens. Nou, als dat gezegd wordt, gaan we de andere kant op, want het is meestal zo. Nou, we zitten nu al voor de Brent, dus de Noordzeeolie, zitten we rond de $57. En dan de West Texas is zelfs onder de 50. Dat is te laag. Dat aanbod, dat komt er wel. En uit de economie draaien goed. Dus er komt een herstel. Er komt een herstel, kan bijna niet anders. En dat is ook wederom, omdat nu wordt gezegd, oh, we gaan naar de 40. Ja, vergeet het maar, dat gaat misschien wel gebeuren. Maar dan moet er dus echt in de wereld heel wat anders tijds willen, we moeten zoveel mogelijk behandelen in een heel korte periode. De rente, hè? Je ziet al die analisten die bij RTLZ die zeggen, ja, de lange rente die blijft hetzelfde en de korte rente die worden ze een beetje even gelijk. Ja. En dat duidt op een recessie. Hoe werkt dat? Nou, kijk, zodra je dus op lange termijn minder rente maakt, hè, dus dan op de korte termijn, dan is er iets verkeerd op verderop. Dat kan niet. Dus als op een gegeven moment de tweejarige en tienjarige rente, dat zie je met name dus in Amerika, is dat van groot belang. Als dat naar elkaar toe komt, en dat is hard naar elkaar toegekomen, zie je nog maar 11 basispunten verschil tussen. Ja, als je voor 2 jaar dus papier kan kopen met een rendement 2,75 en je moet 2,85 betalen voor 10 jaar, wat doe je dan? Dan ga je het korter termijn, want die tendensen worden anders. Die ECB, die zeg maar, ja, die zou die rente gaan verhogen, maar er gebeurt niks. Is dat Italië te beschermen? Nou, dat geloof ik niet. Dat ze zullen niet één land beschermen. Maar dat is een van mijn grote zorgen. Kijk, als je op een gegeven moment een tendens hebt, hè, waar de Amerikanen de rente hebben kunnen verhogen. Hè, we krijgen in december nog een verhoging. En of dat dan verder komt in het volgende jaar, dat zien we dus wel. Maar de ECB heeft nog niets gedaan. Laten we nou eens aannemen dat we toch een recessie gaan krijgen over een jaar, anderhalf jaar. Dan heeft de ECB zijn rente niet echt kunnen verhogen. Wat moeten ze dan doen om de economie te gaan sturen? Dan krijg je negatieve rente als het ware. Precies.
dan zou je dus echt naar negatieve rente, ook voor de lange termijn kijken, wat we in Zwitserland al hebben en wat we trouwens ook in Japan hebben. En dat is een fenomeen wat we nog niet kennen. Dat kennen we in Europa niet. Wel, we hebben lange leningen die een negatieve rente hebben, maar als de werkelijke rente, basisrente, onder die prijs gaat, is het totaal ander gebeuren. Geert had het vorige week in mijn programma over die achtergestelde obligaties van de Rabobank, hè? Ja. Nou, er zit hier een heleboel Rabo, ik denk dat 80% Rabo-klant is hier. Dus hoe nerveus moeten ze zich maken? Ja, kijk, ik vind het altijd heel moeilijk om over dat soort dingen wat te zeggen, omdat het toch ergens een bank is en daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar ik heb altijd gezegd, ik vind het geen goede belegging. Kijk, als je gewoon, laten we zeggen, laten we zo 8, wat is 7, het risico dan? Het risico is niet dat de bank failliet gaat. Dat gaat niet gebeuren, natuurlijk niet. Maar het is risicodragend kapitaal en het kan omgezet worden. Als het verkeerd gaat, kan het omgezet worden, dus in eigen vermogen. En zit je daarop te wachten als je obligatie wil hebben. Dat is niet zo. Dus ja, ik, als je obligatie belegt, dan beleg je in obligaties. Gewoon straight of 2, 3 jaar. We beleggen niet langer op 3,5 jaar in obligaties. Maar dan moet je gewoon obligaties kopen. Ga niet in dit soort producten. Het is allemaal een extra risico. Je krijgt wel ietsje meer rente. Nou, zo weird. Adyen, hè, dat is dat fonds waar ook Koninklijke Hoogheid in zit. Ja. Hoe ze erin gekomen is, vraag ik me echt af. Maar... Nou ja, kijk. Maar die openingskoers, toen was een hele. Je kon er niet aankomen. Het was eigenlijk een heel. Nee, kon niet. Friends and family. Ik moest denken aan Nina ja. Brink. Friends and family. Nou, die hebben het geweten, want die koers die ging sky high. En nou is hij weer terug bij kijk, af. Wij allemaal hebben het aandeel niet kunnen kopen. Gaan dus we het nu wel kopen dan, denk je? Ja, nou, je komt in de buurt. Kijk, het aandeel is uitgegeven tegen 240. En ze zijn naar de beurs. De eerste notering was 400. En ja, dat is het. Maar wat is er naar de beurs gekomen? Een aandeel? Nee, er is een postzegel naar de beurs gekomen. Want niemand heeft het. Iedereen wil het kopen. Ja, dan is de weg duidelijk. En dat is de grote fout die wij dus gemaakt hebben als Haberveld. Dat we dat niet op dat moment gezien hebben. Dat we een postzegel naar de markt kopen. Want die koers moest naar boven. Nou, dat hebben we gezien. We zijn tot boven de 700 geweest. Ik wil niet zeggen dat je het allemaal meegemaakt had. Maar we staan nu, ik heb de prijs van vandaag niet gezien. Maar gisteren waren we 4,30. En voor het eerst weer onder de slotprijs. Wat we op de eerste dag gezien hebben. En laten we wel zijn, het is een prachtig bedrijf. Hè? Dat is 100%. Dus je kunt er nog wel in gaan. Nou ja, ik denk dat je in deze tijd, als er deze prijzen zijn. En er komt nog wat af, of liever nog iets beter. Dat je meer zicht hebt. Dan is het een duidelijke zaak. Dan moet je ze gewoon kopen. Takeaway.com van mijn vriend Jitse Groen. Hè? Nou, die man die wordt per maand een half miljard rijker. Dat gaat maar omhoog. En ze stonden op een gegeven moment 70. Ze zijn nu weer gezakt naar de 55. Nee, zelfs 43 zijn. 43 zelfs. Ja. En ze voorspellen een winstgroei van 20%. Moet je er nou in? Ja. En kijk, waarom moet je dat doen? Het risico blijft aanwezig. Dat blijkt dus wel. Het is van de 70 naar dit niveau gekomen. Het risico is er. Maar als je dat ziet en waar het bedrijf nu mee bezig is. Ook zijn nieuwe prognose afgekopen doorgegeven door Kepler Cheuvreux. Die gaat uit van een koers van 67. Gewoon op basis van 20% groei per jaar voor de komende 10 jaar. En dat wil niet zeggen dat die jongens op dit moment geld verdienen. Maar dat is niet zo vreselijk. Je hebt heel veel bedrijven in Amerika die met geld verdienen waar de koersen staan. Maar als je ziet waar ze dus marktleider zijn. In de Benelux, in Duitsland, Oostenrijk, Israël. Heel gek, maar hebben ze pas geleden een bedrijf gekocht. En als je in die sector zit, in takeaway, dan moet je marktleider zijn om geld te verdienen. Nou, okay. Daar zijn ze. Hand tot slot even voor mijn eigen parochie. Ik zit het onroerend goed. Wat vind je van onroerend goed als belegging op dit moment? Ja, te laag. Te laag. Veel fondsen aan de beurs genoteerd staan te laag. Heel simpel. Nou, ik heb een ondergoed cv op de markt gezet 1,5 jaar geleden. Toen gingen de appartementen erin voor 197.000 euro. En nu, 1,5 jaar later, komen ze leeg. En ik verkoop ze nu voor 275. Dus met andere woorden. Gefeliciteerd. 35% in 1,5 jaar. Ja, nou ja, de enige reacties die ik krijg van mijn klanten. Maar wat moeten we dan met ons geld? Naar Haberveld. Nou, ik zou zeggen. Het rijmt ook nog zo net na december. Geef Han een warm applaus en voor de rest zou ik zeggen. Zondag zijn we er weer om 10:30. We gaan er nu even uit voor de reclame. Dank u wel. Han, bedankt. Hoor. Vergeet je. Oké. Okay. Dank u wel. Han van Meulen. Dank u wel, Harry Mens en Han van Meulen. Hartelijk dank.